Er gaat niets boven vers gebakken koekjes, maar soms ontbreekt het ons inderdaad wel eens aan de tijd om daaraan te beginnen. En daarom heb ik deze heel interessante tip voor je klaar, want het deeg van die koekjes leent zich perfect om in te vriezen. Dus we gaan gewoon de bolletjesdeeg voorvormen, maar in plaats van ze op onze bakplaat te leggen, steken we ze gewoon in een doosje, waardoor we ze makkelijk kunnen invriezen. Niet te dicht bij elkaar, zodat je ze achteraf ook makkelijk individueel uit de diepvries kan halen. Tussen de laagjes door leg ik een bakpapiertje. En op die manier kan je makkelijker aan de slag met een groter recept van je favoriete cookies en kan je toch op ieder moment van de dag, wanneer je het wil, die versgebakken cookies uit je oven toveren. Ik zorg gewoon dat ons doosje mooi afgesloten is, zodat er geen lucht aan onze cookies kan. En op die manier kan je toch op ieder moment van de dag, wanneer je maar wil, genieten van je favoriete cookies.